het ook niet zien. Kijk. Daar zien jullie het gewoon liggen. En het gaat hier 's nachts al min 6 graden vriezen. Min 6. Dus heb je dan nagaan hoe koud het daarboven is? Hier ook, hier boven. Ja. Dus eigenlijk is dat best wel al dichtbij het dorp. Ja. Kijk naar boven. Oh. Mijn sneeuwhart begint te kloppen. Ik ben zo gek op de sneeuw. Daarom vond ik het ook zo leuk om hier te zijn. Want hier heb je al het beste van twee kanten. Je hebt hier sneeuw en je hebt hier zon, zee, bergen, zwemmen, bloedhitte. Wat vind jij ervan, schat? Ochtends ik kijk hier lopen. Oeh, dat is een schaapherder. Ja, die schaap. Oh, kijk dan. Hij loopt met koeien. Oh, maar dat had je eerder moeten zeggen. Ik weet niet of ik hem nu erop heb. Die liepen daar in de bossen. Wauw. Dus die natuur hier, hè. Dat is toch wel super. Dus die is aan de wandel met zijn koeien. Dat doen ze hier allemaal nog. Koeien, schapen, geiten, maakt niet uit. Dat doe je niet als in Nederland, dat je ze gewoon in de wei zet. Hier ga je gewoon aan de loop. Want het was dus wel waar wat Demi en ik hadden gezien. Kijk eens wat hier ligt. Sneeuw! Kijk maar. Langs de weg ligt wel gewoon sneeuw. Dus... het heeft hier wel gesneeuwd in het dorp. Het heeft hier wel gesneeuwd. Het heeft hier wel gesneeuwd in het dorp. Het heeft hier echt wel gesneeuwd. Zie je het? Het is ook goed koud hier. Het lag hier wel. Verdorie. Zijn we niet heen gegaan. Oh, oh. Nou, dat moet ik Demi natuurlijk even laten zien. Want die is niet mee. En Demi zei dan, nee joh. Gaat echt niet zo laag sneeuwen. Nou, wel dus. Demi en ik zeiden tegen elkaar, Jurgen, wat zal het hier een plaatje zijn als het hier helemaal wit is? Jee. Dan gaan we pas nog wel zien. Ja, dan is het al weg als wij terugkomen. Zou je denken? Ja. Nou, niet in de Sierra Nevada, maar ik denk hier wel. En kijk die rook allemaal eens uit die schoorsteentjes komen daar, mensen. Zien jullie dat hier? De sneeuw zien jullie daarboven. En hieronder staan alle huisjes. Er komt allemaal rook uit die schoorstenen. En iedereen stookt hier gewoon heerlijk op hout. Het is een beetje een joggingbroek effect, weet je. Als je in een meeting hebt, dat je dan je blouse aan doet. En dat je dan, maakt niet uit dat je er onderaan hangt. Dat zie je toch niet. En een hele goede zondagmorgen. En welkom bij les 3. Alweer. Polopos natuurlijk. Tuurlijk. Hebben we gewoon voor jullie geregeld uit het mooie Polopos. De Spaanse les in Spanje. Nou, hoe beter kan je het hebben dan dat? We hopen natuurlijk dat jullie onze info die we ervoor geven ook een beetje leuk vinden. De mooie beelden, de natuur... En ik heb nog een vraagje. Gaat het goed met oefenen? Laat het even weten in de reacties natuurlijk. Zou wel heel leuk zijn.
Want ik krijg zo ontzettend veel leuke reacties van de mensen. Dat ze het fijn vinden om het op deze manier te leren. Dat het ze makkelijker afgaat en dergelijke. Dat ze niet kunnen wachten om op vakantie te gaan. Om het daadwerkelijk ook echt in Spanje te proberen. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Er zijn ook al heel veel mensen die schrijven steeds in een klein beetje Spaans terug. Ja, leuk. En ze vinden dat zo enthousiast, zijn ze. Ze zijn zo enthousiast om dat te doen. En daar worden wij natuurlijk ook vrolijk van. En dat geeft ons natuurlijk weer de motivatie om door te gaan. Tuurlijk, is wel heel... ik vind het zelf ook heel erg leuk. Ik moet zeggen dat ik zelf ook natuurlijk... Heel veel leer. Want ook met dat schrijven ook, weet je. Ik schrijf eigenlijk bijna nooit Spaans. Nee. En nu? En nu weet ik zelf ook hoe ik het goed moet schrijven. En dan krijg je dat Nederlandse spreekwoord weer. Twee vliegen en één klap. Toch, Demi? Het is altijd goed. Ik bedoel, niet alleen jullie zitten voor Spaanse les, maar ook ik zit stiekem een beetje voor Spaanse les. En ook voor mij, hè? Ook voor het schrijven en dergelijke. Want wij schrijven natuurlijk alles op, zodat wij het goed kunnen vertellen. Wij schrijven zelf ook alles op. Dus voor mijn uitspraak, voor mijn taal is het natuurlijk ook goed. Ik denk dat het ook altijd goed is om het te blijven doen. Ik merk natuurlijk ook dat als we naar een tijdje in Nederland zijn geweest en we komen weer terug... En je hoort het dan weer, dan denk je, oh ja. Dan kom je er ook weer lekker in. Maar als je in Nederland bent, dan denk je toch wel, nou. Ik weet het niet, ik ben toch wel bang dat het snel vergaat. Maar het valt gelukkig heel erg mee. Ik heb dat niet meer. Ik denk nu in het Spaans. Ja. Ik ben echt in het Spaans. Ik heb dat helemaal niet meer bij mij. Soms is het zelfs heel moeilijk. Dan vergeet ik gewoon de Nederlandse woorden. Dan weet ik het wel in het Spaans zeggen. Niet in het Nederlands. Gelukkig kunnen we zelf ook een beetje Spaans. Als je dat zegt in het Spaans, dan denk je, oh, dat bedoelt... Maar toch, ja, jij bent helemaal verspaanst. Maar we gaan beginnen, mensen. Hebben jullie er zin in? Pen en papier gepakt. Komt-ie aan. En we beginnen met een vraag. ¿Dónde está la farmacia? Dat is Demi de favoriete vraag. Waar is de apotheek? Ja, waar farmacia. Is de apotheek? Farmacia. Necesito medicina. Ik heb medicijnen nodig. Necesito medicina. Natuurlijk wel heel belangrijk om te weten. Te gusta? Te gusta? Is ook een vraag, hè? Te gusta? Vind je het leuk? Vind je het leuk? Te gusta? Me gusta. Ik vind het leuk. Me gusta. Zo kun je samen praten. Ja. Me gusta. No, no me gusta. No me gusta. Ik vind het niet leuk. No me gusta. Entiende? Entiende? Begrijp je? Begrijp je dat? Begrijp je dit? Entiende? En dan zeg ik... Entiendo. Entiendo. Ik begrijp het. Ik begrijp je. No entiendo. Ik begrijp het niet. No entiendo. No entiendo. Es pequeño. Es pequeño. Het is klein. Es pequeño. Zie die N? Es pequeño. Es grande. Het is groot. Es grande. Het is groot. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Die zullen jullie wel gebruiken, denk ik. Ik ben op vakantie. Heerlijk. Ik ben op vakantie. Soy turista. Ik ben een toerist. Soy turista. No. Soy is ook ik. Is Española. Ja, soy turista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wat is er gebeurd? ¿Qué pasó? Hè? Dus dat is echt zo'n vraag. Dus dan moet je wel die Spaanse temperament doen. No pasa nada. No pasa nada. Er gebeurde helemaal niks. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? Dat is een vraag. ¿Qué? Wat? Wat? Cuando? Wanneer? Cuando? Cuando nos vamos? Wanneer gaan we? Cuando? Donde? Als van donde está? Waar? Waar ben je? Donde? Donde? Waar? Por qué? Waarom? Por qué? Waarom? ¿Quién? ¿Quién? Wie? ¿Quién? Leuk, hè, dit?
Estoy trabajando. Ik werk. Estoy trabajando. Estoy trabajando. En die ESG, hè? Estoy trabajando. Por favor. Por favor. Alsjeblieft. Nee, por favor. Alsjeblieft. Verschillend, hè? Puedes venir? Kun je komen? Puedes venir? Kun je komen? ¿Qué es? ¿Qué es? Wat is het? ¿Qué es? Dat is dan weer de vraag. ¿Qué es? Es mediodía. Het is midden. Het is in de middag. Mediodía. Medio is van het midden. Het is middag. Mediodía. Es casi medianoche. Is casi medianoche. Het is bijna middernacht. Medio is de helft. Dus het is bijna middernacht. Es. Trabajo mañana. Ik werk morgen. Trabajo mañana. Muy bien, Demi. Trabajo mañana. Schrijf het op en oefen het mee. Por favor, siéntese. Por favor, siéntese. Ga alsjeblieft zitten. Ga alsjeblieft zitten. Por favor, siéntese. Puedo entrar. Kan ik meedoen? Puedo entrar. Dat is een vraag, hè? Puedo entrar? Je moet de klemtoon. Puedo entrar? Puedo entrar? En dan zeg ik, entra, por favor. Entra, por favor. Kom binnen, alsjeblieft. Dus het is in het Spaans heel erg belangrijk dat je die klemtoon goed legt. Nou, staat al de blaren op je handen? Dan kan ik het even vertellen. Tussen de vraag en het antwoord. Dus als ik zeg, puedo entrar? Puedo entrar? Dan is het echt zo'n vraag. Mag ik binnenkomen? Kan ik binnenkomen? En dan zegt Demi, entra, por favor. Dus dan wordt het al wat lager. Dan is het, oké, ja, kom maar binnen. Kom maar binnen. Dus kijk goed als die tekens erbij staan, die vraagtekens, van dat je er dan ook echt een vraag van maakt. Ja, en die vraagteken daarvoor, dat hoort dus ook echt. Ja. Het ziet er een beetje raar uit, maar de vraagteken om stoekop ervoor, dat hoort er wel bij. Dat is echt Spaans. Ja. En dat is ook echt zoals je het schrijft. Dus je leert niet alleen een klein beetje wat spreken, je leert ook gelijk de Spaanse woorden herkennen. Ja. Dus het is natuurlijk heel makkelijk als je dan ergens iets leest of iets ziet. Dan denk je, oh ja, dat ken ik van de Spaanse les van Demi en Elisa. Ja, of als je natuurlijk ergens een gesprek aangaat met iemand en die gooit in één keer het woord trabajo bijvoorbeeld ertussendoor. Maar met een heel verhaal, dan weet je in ieder geval dat het gaat over werken. Ja, dus je gaat eigenlijk dan stukjes eruit. Uit de zin vissen eigenlijk. En dan ga je dus eigenlijk de dingen combineren en dat is heel makkelijk. Ik kan natuurlijk ook wel woordjes gaan doen zoals casa, vivienda, cortijo. Maar dat is lang niet zo leuk als dat je hele zinnen leert. Invernadero. Invernadero, nou daar hebben we ook heel lang over gedaan, want invernadero is een kas. Ja. Een kas waar dingen in groeien. Waar we tomaten en waar we zijn geweest voor de sandia's, hoe heet die? Van alles eigenlijk, de vlog. Ja. En dat zei Demi ook, kijk, nu is het zo, nu ben je op vakantie. En dan denk je, nou dat mag ik niet zeggen. Chips. Oh hemel, chips. Ik moet naar de apotheek. Ja. En dan zeg jij heel makkelijk, ¿dónde está la farmacia? Want die heb je geleerd natuurlijk. En dan zeg je, necesito medicinas. Als je daar bent, ik heb medicijnen nodig. Je zal het maar nodig hebben, dan weet je het natuurlijk. Dat bedoel ik. Dit is wel iets wat handig is om te weten mocht je op vakantie gaan. Dat mocht er wat zijn. Dan kun je altijd naar de apotheek, weet je altijd dat je medicijnen kan vragen. Dat zijn gewoon belangrijke dingen. Of dat je met vrienden in het Spaans een beetje wil converseren. Als je Spaanse vrienden hebt, dan kun je toch wat vragen stellen. Hoe is het als ze op visite komen? Ga zitten. Of ga even met me mee. Het is natuurlijk veel leuker als dat je alleen maar die losse woordjes kent. Ja, ik denk ook dat zinnen belangrijker zijn als woordjes. Om in ieder geval om mee te beginnen dat je in ieder geval bespreekbaar kan. Kijk, mocht jij nou ergens een baan willen nemen in het Spaans, dan als je die zinnen kan, dan ga je natuurlijk de grammatica leren. Maar ja, daar hadden we niet zo zin in. En daar zijn we eigenlijk niet voor. We willen jullie helpen. Zover ben ik zelf ook nog helemaal niet. Nee, dus dat zou raar zijn. Eigenlijk gewoon helpen dat als je op vakantie gaat, dat je je eigen kan redden.
En dat je niet zoals mijn vader in de supermarkt staat, dat hij eieren nodig hebt en dat hij staat, kukkeleku, en nog wijst zo op zijn kont. Kukkeleku. En toen zei die mevrouw, huh? En toen begreep ze dat het huevos zijn, eieren, huevos. Weer een woord geleerd. Nou, ze leert toch stiekem nog even een woordje bij. En zo gaan we verder, dus we hopen jullie natuurlijk volgende week zondag weer te mogen zien. Ja, superleuk. Natuurlijk weer met pen en papier erbij. En hopelijk hebben jullie dan nog meer geoefend hoe jullie dit allemaal moeten doen. Haal ook die andere video's er nog eventjes bij om nog wat fresh-ups te doen. Zet ze even in je favorieten, want dan kun je het steeds herhalen. Druk op Familie Rutte op YouTube. Dan kan je, ik heb een playlist gemaakt voor Spaanse les. Dus dan krijg je alle Spaanse lessen achter elkaar. Spaanse les 1, 2, 3, noem maar op, die allemaal nog gaan komen. Dus dan kan je ze allemaal achter elkaar luisteren. En zit je nou in de auto en ga je naar je werk of moet je een uur rijden, leg je gewoon je telefoon op de bijrijdersstoel, zet je die vlog op en dan hoor je die zinnen en dan zeg je necesito ayuda en dan zeg je het na, necesito ayuda en dan zeggen wij natuurlijk, heb je hulp nodig? Nou. Ja, of in de trein of noem maar op. Oefenen, gewoon oefenen. Goed idee. Happetap. Dus doe dat. Natuurlijk even dikke duim omhoog voor deze vlog. Onze Spaanse lesvlog. En laat even een leuke reactie achter natuurlijk, of het allemaal goed lukt. Ja, en natuurlijk heel belangrijk, abonneren. En die gaan echt omhoog, want we zijn natuurlijk over die 14k al heen. En, stijgen als een gek. Gelukkig. Dus ja mensen, er gaan heel veel dingen ook over het lijnen en dergelijke komen. We proberen leuke intro's te maken. En dan zien we jullie volgende week. Zondag weer bij een les. Spannend. Ja, les 4 hè? Les 4 alweer. Zo snel gaat het. En natuurlijk morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 10 uur. Toedels!